Fabienne en Denise. Fabienne komt uit een gezin met 4 kinderen die allemaal met het schaatsvirus besmet zijn. Via proeflessen, die door de gemeente Borne gefaciliteerd zijn, is het virus overgewaaid. Inmiddels zijn alle kinderen uit het gezin Denise lid van de Bornse Schaatsen Skielenvereniging. En deze vereniging heeft de afgelopen jaren een zeer goede ontwikkeling doorgemaakt. Naast het organiseren van skielen en conditietraining in de zomer, wordt de Swinters op het prachtige kunstijs in Enschede getraind. Fabienne traint 2 keer per week op het ijs en rijdt haar wedstrijden op de kunstijsbaan in Enschede en in Deventer. Momenteel staat ze op de landelijke ranglijst van haar leeftijd op de eerste plaats in het klassement over de 100, 300 en 500 meter. Als ze deze plaats handhaaft, mag ze op 26 januari 2013 meedoen aan het Nederlandse pupillentoernooi in Groningen. Tijdens dit toernooi kan ze het opnemen tegen leeftijdsgenoten, geselecteerd uit heel Nederland. Ondanks de lange weg die nog te gaan is om in de voetsporen van Irene Wüst te treden, is het resultaat van 2 jaar schaatstraining al uitstekend. Dames en heren, genomineerd voor Sporttalent 2012, Fabienne Denise.